Het broedseizoen is begonnen. De boswachter legt op Heumenzoord uit wat dat betekent. Tijdens het broedseizoen leggen alle vogels uiteraard een ei, maar ook alle zoogdieren die brengen dan hun jongen ter wereld. En ze zorgen er ook voor dat de jongen opgroeien. Het broedseizoen duurt maar liefst 4 maanden en dat heeft een reden. Niet iedere vogel begint natuurlijk stipt op 15 maart met het eerste ei te leggen. Sommige vogels die leggen best veel eieren. Dat is echt van de soort afhankelijk. Je ziet dat vogels, bijvoorbeeld een koolmees, die wordt heel veel opgegeten door grotere roofvogels. Die leggen dus ook meer eieren. Er zijn ook soorten die vervolgens weer, als het heel mooi weer is, weer aan een tweede broedsel beginnen. Door de pandemie is het drukker geworden in de bossen. En dat is niet alleen een positieve ontwikkeling. Met name inderdaad een enorme toeloop van het aantal mensen. Wat natuurlijk ook logisch is. Want als je nergens anders heen kunt, als alleen maar een wandeling in de natuur maken, is het natuurlijk logisch dat heel veel mensen dat ook doen. En ze zijn ook van harte welkom. Alleen ze zijn wel te gast bij de dieren. Bij de ingangen van het bos staan in ieder geval onze toegangsregels. Dus dat betekent dat mensen tussen zonsopkomst en zonsondergang welkom zijn. Dat de hond aan de lijn moet en dat je mag wandelen op wegen en paden en mountainbiken alleen op de daarvoor aangegeven paden. Honden losloopgebieden, die staan aangegeven waar dat de hond los mag. En verder hebben we nu ook tijdelijke bordjes hangen waarop staat waar mensen op moeten letten. Vooral bij een ree is snel te merken of zijn rust verstoord is. Nou, je ziet met name dat bijvoorbeeld reeën die rusten overdag, omdat het namelijk veel te druk is in het bos. En 's avonds dan komen die tevoorschijn en dan gaan die eten. Als je een ree in de middag dwars door het bos heen ziet rennen, over alle paden heen, de dwars erheen, dan weet je gewoon, die is ergens opgeschikt en verstoord. Het zou goed kunnen dat de drukte in het bos na de pandemie weer afneemt, maar de boswachter denkt dat er wel echt iets veranderd is. Op zich zie je wel dat mensen inderdaad nu meer de natuur weten te waarderen. Dus daar zijn we heel erg blij mee. We hopen natuurlijk altijd dat mensen straks ook na de pandemie ook nog de natuur zullen blijven waarderen.